Dag beste kijker en welkom bij deze zesde etappe op onze reis met Paulus. In de vorige video zagen we hoe Paulus deelnam aan het apostelconcilie in Jeruzalem. En nu gaat het terug naar van waar hij eigenlijk gekomen was, namelijk Klein-Azië, het huidige Turkije. Bij ons in de studio nog steeds professor Raymond Bieringer, professor niet-testamentische exegese aan de Katholieke Universiteit Leuven. Professor Bieringer, welkom hier terug bij ons in de studio. Dank u wel. Paulus heeft dus deelgenomen aan het apostelconcilie en gaat dan eigenlijk terug naar Klein-Azië, waar hij een missiereis had opgezet. Hij spreekt stevast over de gemeenten in Galatië, hè? Dus de streek Klein-Azië daar. Gemeenten in meervoud. Over welke gemeente gaat het hier juist? Waar waren deze gevestigd? Ja, om kort te antwoorden, ze waren gevestigd in Centraal-Turkije. Huidige Turkije, als we van de huidige situatie uitgaan, is het ongeveer de hoofdstad van Turkije, Ankara, toenmalig Ankara. Maar alles in de wetenschap is ingewikkelder dan we eerst denken. Er zijn veel discussies in de exegese of het echt gaat over die streek. Territory hypothesis heet het dan in het Engels, de streek van Galatië. Of gaat het over de Romeinse provincie Galatië? En die is meer naar het zuiden. Ja. En dus, u weet, we hebben Antiochië in Pisidia al bezocht. Blijkbaar hoorde ook Antiochië in Pisidia tot de Romeinse provincie Galatië. Indien men dus de province hypothesis volgt, dan kan eigenlijk een van die gemeenten in Galatië kan dus zelfs Antiochië in Pisidia zijn. En dan weten we daar redelijk veel over. Ja. Maar als het gaat over de noordelijke streek Galatië, en dat is wat de meeste mensen vandaag denken, omdat het minder waarschijnlijk is dat Paulus met het woord Galatië echt naar de Romeinse provincie in het zuiden verwijst, maar dat is een hele ingewikkelde discussie, dan weten we daar eigenlijk niets van. Hè? Dus die gemeenten, dat is inderdaad de enige brief waar Paulus over een streek spreekt en over meerdere gemeenten in de aanhef van de brief. De andere brieven zijn gericht naar de gemeenten in Thessalonica, in Filippi, in Korinthe, in Rome. Of ze zijn gericht aan een huiskerk, zoals bij Philemon, Apphia en Archippus. Maar hier gaat het echt over meerdere gemeenten in een streek. Maar zelfs archeologisch is daar niks meer van overgebleven. Men heeft daar men zou geen enkel van die gemeenten kunnen bezoeken. Dus als het gaat eigenlijk over, als we de hypothese volgen dat het gaat over het zuiden, meer het zuiden van het huidige Turkije, dan is het eigenlijk ook in zekere zin een voortzetting van de reis die Paulus al had ondernomen. Namelijk daar missie in Antiochië enzovoort. Terwijl in het noorden, dan zou het echt zijn dat hij eigenlijk een nieuw gebied aansnijdt voor zijn missie. Ja, dat is inderdaad zo. Dus, en het moet natuurlijk heel precies zijn. Dus als we zeggen noorden en zuiden, niet van geheel Turkije, maar noorden en zuiden van die streek. Hè. Dus de meer noordelijke streek of het meer zuiden. Maar dat is nog altijd allemaal centraal Turkije. Ja. Centraal Klein-Azië in die tijd. Maar het is inderdaad zo. Dus de brief kan vroeger gedateerd worden. En dat doen dan veel collega's ook. Als het gaat over de province hypothesis, meer de meer zuidelijke geografie. Ja. Dan kan die brief al rond 50 geschreven zijn. Omdat natuurlijk op de eerste missiereis van Barnabas en Paulus waren ze al in Antiochië in Pisidia. Ja. Maar als het gaat over een meer noordelijke streek, dan zijn er alleen aanduidingen in de tweede missiereis. Maar ook daar staat er eigenlijk heel weinig. Hè. Dus in Handelingen 16, vers 6 is het enige dat daarover gezegd werd. Ze trokken verder door Frigië en de landstreek Galatië. Mm-hmm. Punt. Dat is het enige dat we in Handelingen horen. Maar in de brief zelf is het heel interessant. Hè. Dus eigenlijk, dat is ook uniek voor deze groep van gemeenten, dat die bijna eerder toevallig gesticht werden. Omdat in Galaten 4:13 zegt Paulus, je weet toch, lichamelijke ziekte was de aanleiding dat ik u in de tijd het evangelie verkondigde. Dus het lijkt alsof, en Handelingen zwijgt daarover, maar Paulus werd blijkbaar ziek en moest dus ergens
naar de verblijven. En is dan dus daar gebleven en heeft die gemeente gesticht. Dus dat was helemaal niet intentioneel, zoals op andere plaatsen. Ja, hij moest daar toevallig zijn en zo kwam die gemeente tot en, stand. Misschien nog even een kleine anekdote of een klein element. Dus er wordt natuurlijk veel gespeculeerd over welk soort ziekte het zou gaan. En er is één hypothese dat het over een oogziekte gaat. Ja. Omwille van het feit dat Paulus ook in diezelfde brief zegt... jullie zouden zelfs een oog hebben uitgerukt voor mij. Jullie waren zo vriendelijk tegen mij. Ja. En dus zou men denken dat het bijna een soort orgaandonatie avant la lettre zou geweest zijn. Maar er zijn geen ziektebriefjes bewaard. Nee. Helemaal niet. Een belangrijk element in Paulus' verblijf daar in Galatië is de inzameling die hij eigenlijk organiseert. Dus de inzameling van geld. Wat eigenlijk spreekt van vroeg-christelijke solidariteit. Kan u daar iets meer over zeggen? Ja, dat is ook een heel ingewikkelde zaak. U zegt het juist. Het is mogelijk dat dat een teken is van vroeg-christelijke solidariteit. Maar er zijn verschillende interpretaties. Er is een economische interpretatie van die inzameling. Met name dat het puur gaat over een hulpactie voor de armen. En het woord armen wordt in die context ook verschillende keren vermeld. De armen in Jeruzalem. Maar armen in Jeruzalem, in het Oude Testament heb je ook al dergelijke uitdrukkingen. Men weet nooit precies wat daarmee bedoeld wordt. Nu, het zou ook kunnen dat het meer te maken heeft met de eenheid van de vroegchristelijke kerken. En u weet, dus die eenheid stond op het spel. Of we nu handelingen letterlijk volgen of niet, maar ik denk dat er geen twijfels over kunnen zijn. Er waren spanningen. Dat er spanningen waren. En die spanningen waren natuurlijk rond een soort divisie tussen de zogenaamde heidenchristenen en de jodenchristenen. En als nu die heidenchristelijke gemeente de moederkerk ondersteunen, dan zeggen sommige interpretatoren dat is eigenlijk een soort poging van Paulus om te zeggen, oké, we verschillen qua mening of men nu besneden moet zijn of niet, maar we proberen toch door die hulpactie die eenheid uit te drukken. En daar zijn dan nog eens verschillende mogelijkheden om te zeggen, werd dat gezien als een verplichting voor de moederkerk of werd het gezien als een vrije gave van de heidenchristenen om vanuit hun kant goedwil en eensgezindheid uit te drukken. En dan is er zelfs nog een laatste positie die zegt, nee, het gaat eigenlijk over missionering van zogezegd ongelovige Joden in die tijd. Maar dat is waarschijnlijk de minst waarschijnlijke hypothese. Ja. Iets wat mij steeds opvalt, en dat wordt zeer pertinent hier wanneer het over Galatië gaat, is dat eigenlijk altijd wordt gesproken over Paulus. Paulus was bijna een soort van cavalier seul, terwijl blijkt, zeker tijdens zijn missionering in Galatië, dat Paulus in equipe opereerde. Kan u iets zeggen over hoe het komt dat wij eigenlijk Paulus altijd wat zijn gaan zien, zeker ook als voorbeeld gewoon de titel van onze serie, Reizen met Paulus, dat wij Paulus zo zijn gaan benaderen als een figuur die alleen opereert, terwijl eigenlijk blijkt als we naar de teksten kijken dat hij altijd mensen rond zich had, dat hij toch wel meer teamspeler was dan hij later in de christelijke traditie in beeld is gebracht, laat ons maar zeggen. Ik denk dat u daar iets heel belangrijks aanspreekt en ik ben volledig eens met u. Paulus is een teamspeler en hij komt in de traditie over als een cavalier, als een soort eenmanbedrijf. En hoe komt dat? Wel, ik denk dat heeft te maken dus met een aantal elementen die we heel goed kunnen analyseren. Het ene is dus, we hebben eigenlijk alleen van Paulus brieven van die tijd. We hebben geen brieven van Prisca, we hebben geen brieven van Andronicus. En dat alleen maakt natuurlijk al dat we meer gericht zijn op Paulus. En ik denk dat we ook zien dat Paulus een sterke persoonlijkheid is. Dus die uit die brieven naar voren komt. Zelfs als hij in die brieven nog andere medezenders vermeldt, Timotheus, Sosthenes, dan verdwijnen die eigenlijk na de eerste vermelding in de aanhef van de brief. En het is eigenlijk Paulus die men ontmoet in die brieven. En dan natuurlijk ook omwille van het feit dat wij Paulus meestal kennen vanuit Handelingen. En Handelingen, die auteur, Lucas, die moest om de vroegchristelijke geschiedenis voor te stellen, moest die natuurlijk, ook al wilde hij heel precies zijn, maar die moest een verhaal vertellen. En als je een verhaal vertelt, is een van de regels dat u zich moet concentreren op één of twee spelers. Ja.
En wat heeft hij gedaan? Hij heeft Petrus gekozen voor het eerste deel en heeft Paulus uitgekozen voor het tweede deel. En dat was natuurlijk een terechte keuze, maar het vertekent het beeld naar de toekomst toe. Ja. Dus ik denk dat dat ook een zeer belangrijk element is. U ziet dat bijvoorbeeld ook in het feit dat als Paulus eerst in Jeruzalem is en dan wordt hij daar niet goed ontvangen en hij gaat naar Tarsus. We hebben dat al in eerdere uitzendingen gezien. Dan is het Barnabas die hem komt zoeken in Tarsus, volgens Handelingen. En hij brengt hem terug naar Antiochië. En in die eerste missiereis zijn die twee op gelijke hoogte. Mm-hmm. Maar dan, als de voorbereidingen lopen voor de tweede missiereis, is er een conflict tussen die twee. En ja, uiteindelijk, dat wordt niet zo vaak in de christelijke traditie gezegd, ja, dat was een breuk en die is nooit meer goed gekomen, lijkt het. Ja. Maar wat doet Handelingen? Ze volgen niet Barnabas verder, maar Barnabas verdwijnt. Maar de auteur van Handelingen volgt Paulus. Ja. Die had even goed Barnabas kunnen volgen, omdat die is ook een heilige. Die is ook, het is niet alsof dat nu een afgekeurde persoon is. Maar het is gewoon een keuze van de auteur van Handelingen. Dus Paulus is een hoofdpersonage, maar dat herleidt de anderen niet zomaar tot louter figuranten. Absoluut, ja. En ik denk dat wat heel interessant is, is dus dat men in de brieven en in Handelingen nog de sporen ervan ziet. En ik denk dat het ook een van de taken van de historische en van de exegetische wetenschap is om die sporen op te volgen en om die mensen weer meer in beeld te brengen. En dat ligt zelfs in de lijn van de bekommernis van Paulus. En dat kan men bijvoorbeeld zien ook in het feit dat sommige van die mensen worden synergos genoemd in het Grieks. En dat kan je vertalen met helper. En dan is Paulus de centrale figuur. En het kan even goed betekenen, en dat lijkt me zelfs meer waarschijnlijk, collega. Ja. En dan zijn die mensen weer meer op gelijke hoogte. Ja. En ja, het is ook onrealistisch om te denken dat één persoon, de hele kerk zelfs Paulus, heeft gedragen. Dat allemaal gedaan heeft. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Oké. Dank u wel, professor. Dus reizen met Paulus is zeker niet alleen met Paulus reizen, maar er reist nog een hele groep van mensen mee. En met die hele groep van mensen gaan wij graag op weg voor een volgende etappe, de volgende video. En we hopen u daarvoor terug te zien op het webkanaal van de Dominicanen, dominicanen.tv. En hierbij wil ik ook graag verwijzen naar de serie die we hebben opgenomen over de Galatenbrief en die natuurlijk dus onmiddellijk gelieerd is aan deze uitzending over Paulus in Galatië.